Ik ben de laatste Belgische winnaar van de Giro Italia 1978. Ik ben hier in het wielermuseum van Roeselare en alles is hier picobello in orde. Als een toerrit aankomt op Alpe d'Huez, dan is een mens toch altijd iets nerveuzer dan op een andere dag. Maar we gaan proberen de rust terug te vinden hier aan tafel vanavond met een jong maar groot kunstenaar, Jan de Kok, en met een oud wielerkampioen, de laatste Belgische winnaar van een grote ronde, de Giro van 78, Johan de Munck. Allebei heel erg welkom, heren. Johan, eerst even met jou. Is het leuk om op een plek terug te keren waar je ooit heldendaden hebt verricht? Want in de ronde was je ook ooit goed. Hè? Ik was hier zeer goed altijd en... Het doet wel een plezier, maar je staat er een beetje verwezen naar te kijken en zegt, heb ik dat hier allemaal gedaan? Want nu zitten die renners naar boven klimmen, je ziet ze naar beneden dalen en het was een hectische dag vandaag, vooral in de wagen. Van links naar rechts geslingerd, een beetje chaotisch, maar ja, het is goed verloopt. Ja, je bent er opnieuw tussen geweest en dat is belangrijk. Dat is belangrijk. We gaan dat straks zien hoe dat is verlopen. Ik wil jullie eens meepakken naar 30 jaar geleden, omdat het zo mooi was. Hè? Naar jouw tijd, Johan de Munck, naar 1978. Laatste Belgische winnaar van een grote ronde ooit. En Jan de Kok was toen 2 jaar oud en weet daar waarschijnlijk niet al te veel van. Niet van de live in elk geval. Vandaar Jan, als wij jou ooit eens iets kunnen bijleren, dan is het nu wel. Ja. Van de rest weet jij al alles. Nee. Maar Johan, hoe komt het eigenlijk dat wij daar nu al 30 jaar op zitten wachten? Want toen jij die grote ronde won, toen had jij waarschijnlijk niet het idee, ik zal 30 jaar later nog altijd de laatste Belg zijn. Nee, want in België was dat het een aaneenvolging. Gaat Merckx, gaat Van Impe, gaat mij, gaat Pollentier, gaat andere renners. En wij konden onze man staan in alle ronden. Zonder van een Wilfried David, die ook schitterend reed in het Ronde van Spanje. Die ook een Ronde van Romandie kon winnen. Dat er zoveel renners. En in één keer is het allemaal verdwenen, ja. Je reed in het roze vanaf de derde rit, hè? Vanaf de derde dag, je hebt dat niet meer afgegeven. Nee. Wat was jouw beproefde tactiek toen? Wel, mijn beproefde tactiek was op voorsprong te komen, dan een goede tijdrit te rennen en dan alle dagen proberen in de berg niemand uit te schakelen. Om nog meer op achterstand te zetten, maar niet te veel met een keer. Nee, maar alles rustig berekenen. Alles rustig berekenen, ja. Maar je had wel nog iets meer aanvalslust en talent dan Cadel Evans? Ja, we zien trouwens beelden van jou, hè, in die tijd. Ik viel aan met mijn roze trui, ja. En dat zie je nu voor het moment niet meer. Ja, ik begrijp dat niet. Die pareren, die wachten af en ja, we hingen ervoor. Dus, ja, het is een andere tijd geworden, een andere belevenis van wielrennen. Ik zeg het, die Australische renners en die Amerikaanse renners, en die hebben een andere gedachte van wielrennen, een andere gedachte van tactiek. En die Oost-Duitsers zelfs ook nog een andere gedachte. En ja, het wordt anders gereden. Hè. Mm-hmm. Je won de Giro in 78, maar je had ze al moeten winnen in 76. Toen ben je gefinished op 19 seconden van Gimondi, maar had het wel gemoeten. Gekund. Ja, ik moet zeggen dat ik de volledige vrijheid gekregen in die ronde. En dat wil ik maar zeggen, de ploeg achter mij gekregen, dan durf ik toch gerust zeggen dat ik die ronde op een schitterende manier kunnen winnen. Zeer gemakkelijk, ja. De factor Roger de Vlaming was daarbij belangrijk. Ja, Roger de Vlaming was een uitgesproken kopman en hij stond enorm op dat kopmanschap. En ja, vroeger was dat toch zo, de kopman. En als dat ook al als het in mindere dag was, dan was hij een keer in mindere maanden. Ja, dan moest hij voor die kopman blijven werken. Hè. Mm-hmm. Ja. Dus al niet te min, de Vlaming was ook een fantastische coureur, dat mogen we niet vergeten. Dat was een kampioen, hè? Een grote nooit kampioen. Een grote kampioen. Ja. Johan, had jij ooit de Tour moeten winnen? Je bent vierde geëindigd in 1980. Hè? Je was toen de enige die Joop Zoetemelk durfde aan te vallen, de latere winnaar. Ja, ik heb er alles of niks gespeeld. Dat was er over de rit over de Galibier, de brandende lijnen. Dan ben ik weggegaan op de Galibier en hadden de gepaste mensen niet mee. Je moet er ook een beetje geluk in hebben. Ik had 3 mensen mee, waaronder Ludo Peters, Sisnix en Bernardo. Geen enkele van de 3 mocht overnemen. Wilden ze daar een deel van hun werk doen en zich een beetje kapot rijden voor mij, dan had ik gerust kunnen zeggen dat ik Tour de France zou gewonnen hebben. Mm. Maar dat leven eigenaardig in elkaar zit. Post had Altmaar geïnformeerd tot in november om met zijn ploeg te gaan. Maar ik zal er niet zitten naar rally gaan. En dat ging dan feitelijk een beetje over een kleine som. En ik wilde hem niet toegeven tegenover Post. En dan is hij achter Zoetemelk gegaan. En als ik alles op een rijtje zet, heb ik verder die Tour verloren door die ploegentijdritten die volledig doorgerekend werden. Ja, dus...